is het enige WTA-toernooi in Nederland van het jaar. Hoe was het om daaraan mee te doen vandaag? Ja, supermooi. Ik vond het geweldig om hier te mogen spelen. Voor het Nederlands publiek en op zo'n centercourt. Dus dat was fantastisch. Er is volgens mij weinig mooier dan zo'n nieuwe grasbaan waar nog niemand op gespeeld heeft. Ja, zeker. Dat is wel het ultieme grasmoment, denk ik. Om op een onbespeelde baan op centercourt te spelen met een blauwe lucht. En een stadion dat vol zit met Nederlandse supporters. Die allemaal voor jou zijn. Dus dat was prachtig. En dan begint de wedstrijd. Hoe kijk je daarop terug? Los van dat je hebt verloren, hoe vind je dat je hebt gespeeld? Ik vind dat ik niet slecht heb gespeeld. Ik heb aardig geserveerd. Ik denk dat er nog wel iets meer in had gezeten. Een paar breakpoints gehad, niet kunnen benutten. En twee keer net iets te makkelijk mijn game weggegeven in de eerste game van de set. Nou ja, dat scheelt veel natuurlijk. Dus in dat opzicht erg jammer. Maar niet ontevreden over mijn spel. Nou, dit is natuurlijk het enige WTA-toernooi in Nederland. Je speelt veel in het buitenland. Hoe gaat het met je in het algemeen? Hoe gaat het met jouw spelontwikkeling? Ja, wel goed. Dit jaar ben ik redelijk constant goed aan het spelen. En dat is ook het doel. Om zoveel mogelijk toernooien constant en een goed resultaat te halen. En met dat doel sta ik erin. En tot nu toe gaat dat goed. Dus ik hoop dat door te zetten voor de rest van het jaar. Ja, want ze zeggen wel eens het geheim, de sleutel om echt succesvol te zijn als prof is constant zijn. Hoe lastig is dat? Ja, heel lastig. Inderdaad, ik denk dat wel een heel belangrijk punt is. En je ziet dat de echte grote spelers natuurlijk super constant spelen. Op alle grote toernooien doen ze het goed. En dat is het doel wat je voor ogen hebt. En daar ben ik mee bezig. Dan is er iemand die ook constant goed gespeeld heeft de laatste tijd. Ja, je raadt al over wie ik het ga hebben, Kiki Bertens. Hoe heb jij dat beleefd als collega, jongere collega vooral? Ik vond het super mooi om te zien. Eerst al met de Fed Cup, ongelooflijk dat ze het zo goed deed, dat ze overwinning na overwinning haalde. Volgens mij ongeslagen in de Fed Cup. Dus het kon bijna niet anders dat het er ook uit zou komen op de andere toernooien. En dat is ook gebeurd. Eerst het WTA winnen en daarna een halve finale halen op Grand Slam. Nou ja, dat is super mooi. Mooier kan niet. Slotvraag. Iedereen wil natuurlijk weten, wanneer gaat Indy de Vrome een potje winnen hier op het gras in Nederland? Volgend jaar. Deal. Deal.